En districtscommissaris Walter Bonjasky overweegt om de wet regionale organen te laten toetsen door het Constitutioneel Hof. Bojanski ventileert zijn mening naar aanleiding van middelen die de overheid niet vrijmaakt om de verschillende districtsplannen uit te voeren. De burgervader van het boven Saramaka gebied legt uit dat er langer dan 3 jaar districtsplannen klaar liggen om geïmplementeerd te worden. De wet regionale orgaan werkt niet in het district Sipaliwini. Ik weet niet nu of we dat moeten overwegen om deze wet te brengen naar de Constitutioneel Hof om te toetsen. Waarom ik dit zeg? De regering, het is bij wet geregeld dat wij hoorzitting moesten houden. Bij onze aantreden 4 jaar geleden hebben we nooit hoorzitting kunnen houden. We werken gewoon met de oude districtsplannen. Letterlijk nemen we zaken over. Omdat de overheid de gelden niet vrijmaakt om zijn hoorzitting te houden. Dus dat zijn onze problemen. We kunnen niet functioneren omdat we geen middelen krijgen. Welk artikel van de wet regionale organen precies getoetst moet worden, is niet duidelijk. De wet schrijft in artikel 2 wel wat onder een districtsplan wordt verstaan, inhoudende dat het een geheel van beleidsopties is ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van een district. Volgens Bonjasky werkt dit niet voor het binnenland. Jaarlijks worden gewoon dezelfde plannen ingediend en laat de uitvoering of implementatie nog op zich wachten. De districtscommissaris is de hoogste vertegenwoordiger van de regering in een district. Ondanks dit ook uitdrukkelijk in artikel 28 lid 2a staat, lijkt het erop dat er geen rekening mee wordt gehouden, aldus de burgervader. Er zijn nog knelpunten wat wij willen aankaarten, want wij als DC, zie dus aan aantreden, doen wij een beroep op de regering om de nodige middelen wat we nodig hebben om te werken. Maar tot nu toe krijgen we niks. Kijk, ik zit met een halve voertuig. Hier op het commissariaat. Bepaalde van de DC hebben helemaal geen voertuig. Hoe kunnen we werken zonder een voertuig? Hoe kunnen we werken zonder middelen dat we nodig hebben om te werken?